Er zijn maar weinig tekeningen, oude tekeningen, bewaard gebleven. Het meeste van de vroege tekeningen die stonden op vodjes papier, want veel geld voor behoorlijk materiaal was er niet. De ontdekking van een boek over Van Gogh gaf er plotseling een heel nieuw perspectief. En vandaar ook een duidelijke invloed in mijn tekeningen van 1944 die in Brabant gemaakt zijn, waar ik was ondergebracht. Het was aan het einde van de oorlog. Na het einde van de oorlog kreeg ik een jaar voorbereidende opleiding aan de school voor tekenleraren. Die was in het kerkgebouwtje aan het Rijksmuseum. En het doel was natuurlijk de academie. Het eerste jaar aan de Rijksacademie in Amsterdam bestond voornamelijk uit tekenen naar gipsmodellen, onder leiding van professor Reuling, een groot vereerder van de oude Hollandse schilderkunst. De meeste naakstudies zijn verdwenen omdat ze misschien wel te bloot waren. En we moesten onze revolutionaire ideeën toepassen, bijvoorbeeld op de modellen die in de Albert Cuyps advies zonden schoon te maken. Een van mijn klasgenoten was Jan Sierhuis, een zeer begaafde artiest die het leven van de Amsterdamse straat schilderde. Jan Wolkers en Karl Appel studeerden toentertijd ook in de academie. Maar wij ukkies van de eerste klas hadden geen contact met hun. De Cobra groep hadden hun eerste grote expositie in de Bijenkorf. Tussen ons studenten waren er hevige discussies. Ik bewonderde hun werk zeer, maar was zelf niet zo ver voor hun ideeën. Dit kwam pas later. Karl Appel gaf me eens lof voor een stilleven dat ik op het atelier van de kunstenares Doortje Tuinma schilderde. Daar was ik toch echt reuze trots op. Nu kwamen er een paar jaren tussen waar het tekenen vrije tijd bezigheid werd. Militaire dienst en een beroep leren en ander werk eist eigenlijk de meeste tijd op. Tot ik het niet meer uithield en naar Parijs vertrok. Parijs was mijn eerste confrontatie met het buitenland. Een spannende en werkelijk interessante belevenis. Ik woonde op een goedkoop hotelkamer in Malakoff, zeer primitief. Maar de straatjes waren schilderachtig, met een sterke en echt Franse atmosfeer. Ik kwam op de École des Beaux-Arts, waar ik les kreeg van professor Brianchon. In 1952 vertrok ik naar Zweden. Ik wilde wat meer van Europa zien en bovendien kon je er geld verdienen. De interesse voor kunst was daar groot en de laatste tijd in Parijs waren financieel zeer moeilijk voor mij. Na een korte tijd in Zweden reisde ik weer naar Frankrijk terug. En bezocht Spanje, maar kwam steeds weer naar Zweden terug. Het werd tenslotte een vaste woonplaats. Een abstracte schilderwijze waar ik teruggreep op de ideeën van de Cobra. En misschien ook onbewust een band met Holland. In 1966 werd ik voor een expositie uitgenodigd door de kunstenaarsorganisatie in Praag. Een jaar daarna kreeg ik een stipendium om enige maanden in Tsjechoslowakije te werken. De sociale en politieke situatie daar opende mijn ogen voor de realiteit en mijn abstracte stijl veranderde voor een herkenbare werkelijkheid. Sinds 1975 is de surrealistische overtoon verdwenen. Ik wil eenvoudig schilderen dat wat me roert, zonder filosofische uiteenzettingen of quasi-revolutionaire ideeën. De kleur speelt hierbij een grote rol. Ik zou willen dat de toeschouwer alleen maar plezier aan het plaatje heeft.